zou ik doen. Wat doe je? Ja, dan weer de avontuurlijke weg. Zie je ooit? Een paar toeristen, denk ik. Jezus, het is koud, hè? Ja. Kom, geef me even je jas dan. Nee. Die is een flauw. Nee. Handschoenen dan. Eentje. Eentje. Hier. Ik zou nu wel zo'n lekkere haroviskuur op. Weet je wat ik zou lusten? Nou? Ik er een brennende vind. Neem maar op. Die mag ik. Hé, mam. Waar ben je? Gewoon bezig. Het doet er niet toe. Is er iets? Ja. Het is iets belangrijks. Oké. Ik kan niet heel lang bellen. Ja? Dus Nou, het is belangrijk. Ja, goed. Zeg maar. Ja. Nou. Fijn. Wat? Ja. Of je weet waar de dozen zijn. Welke dozen? Van vroeger. Mam, je moet even iets specifieker zijn. Ja, nou, de dozen met de spullen van vroeger, van toen je klein was. Ja, waar die zijn. Sorry dat ik je hiermee stoor, ja. Maar het is belangrijk, het is echt belangrijk. Hoezo? Ja, nou, niet zo onaardig. Het is belangrijk. Oké, wat heb je precies nodig? Ik heb foto's nodig. Ik heb foto's nodig van vroeger. Oké, heb je in de fotoboeken gekeken? Ja, dat is het probleem nou juist. Die zijn gestolen. De fotoboeken? Ja. Wanneer? Ja, ik denk vannacht. Hoor je mij? Mam, die fotoboeken zijn niet gestolen. Mam, wat doe je? Mam, ik moet gaan, oké? Okay? Ik spreek je later. Ja? Doeg. Moet je hier kijken? Nou. Dank je. Volgens mij is daarachter. Hallo? Ja, je viel weg. Ja, Mam, het komt eigenlijk niet zo goed uit nu. Ik heb morgen wel wat meer tijd. Ik weet dat die dozen ergens moeten staan. Die met jouw jaarboek. Weet je wel, en die schoolfoto's van de basisschool. Weet je nog wel, daar stond je met die trui, met Donald Duck. Tuurlijk. Ja? Nou, die had ik zelf voor je gebreid. Wist je dat? Tuurlijk weet ik dat, mam. Dat is mijn lievelingstrui. Oké, maar ik spreek je later, ja? We bellen morgen dan, goed? Mam? Mam? Wat? Ja, mijn ogen zijn blauw, ja. Mam, je zei net nog dat die fotoboeken gestolen waren. Ze zijn gestolen. En vervangen door anderen. Door wie dan? Ja, dat weet ik niet. Mam, door wie zijn ze gestolen? Ik weet het niet, hè? Ophouden.
Luister nou naar wat je zegt. Dat geloof je zelf toch ook niet? Heb jij hier iets mee te maken? Nou? Jezus. Heb je je medicijnen genomen? Mam, heb je je medicijnen genomen? Mam? Mam? Wat is er nou weer? Eén minuutje nog, ja? Hey. Mam, als je zo tegen mij tekeer gaat, dan heb ik hier helemaal geen zin in. Je bent een egocentrische klootzak. Wist je dat? Heb je Ron al geprobeerd? Ron? Ja, Ron, de buurman. Ik weet verdomme wel wie Ron is. Nou, misschien kan hij je helpen. Mam, ik bel je morgen, oké? Morgen? Morgenochtend. Ik weet niet of ik er morgen nog ben. Hoe bedoel je? Ik weet het gewoon niet. Mam, je kan niet dreigen. Heb jij gewoon de sleutel gegeven? Mam, je kan niet dreigen met dit soort dingen. Heb jij Ron de sleutel gegeven van mijn voordeur? Dat hebben we samen gedaan. Jij en ik. Dat heb ik nooit. Dat heb ik nooit. Mam, dat hebben we samen besloten. Ik heb nooit toestemming gegeven. Je was er zelf bij. Je kan niet iedere keer... Hallo, mam. Mam, wat doe je? Ik hoef deze foto's niet meer. Ik wil ze niet eens meer. Zoals jij tegen me praat, zo herken ik jou niet. Ik hoef die foto's niet. Ik ga het niet meer doen. Ik hoef het niet. Mam, ik ga het niet meer doen. Dag, mam.